Jawel, daar is hij weer, Bernie Duin van optie 1. En zullen we maar meteen beginnen met uh, dat Apple-event van vanavond, Bernie? Ja. Yeah. Ja, er komt weer wat concurrentie voor Netflix bij, hè? Zeker. Lang naar uitgekeken, ook naar dit event. Hè? Ja, ja, zeker. zeker. Er zijn al heel lang ook geruchten over uh, dat Apple komt met een uh, streamingdienst. Uh, omdat ze natuurlijk uh, nieuwe diensten moeten aanbieden, omdat de telefoonverkoop een beetje aan het instorten is. Mm -hmm. uh, ze hebben natuurlijk al Apple Music een paar jaar terug geïntroduceerd. Ze hebben Apple Pay. En uh, vanavond uh, gaan ze daar twee, uh, twee nieuwe diensten aankondigen. Ja. Zijn de geruchten, nou, het is bijna een feit dat het gaat gebeuren. Gezien de titel It's Showtime, nou dan weten we wel waar het een beetje over gaat. Het zal geen Showtime gaan heten, want er het is al een zender die zo heet. Ja, klopt. Ja. Maar, wat, en daar komen we direct op het volgende. Ja. Uh, waarschijnlijk wordt de nieuwe Apple-dienst een combinatie van ook andere diensten. Uh, dus het zal niet zozeer alleen maar Apple Films en Apple Series zijn. Uh, maar het zullen ook de andere diensten zijn die daarin komen. Dus dan heb ik het over inderdaad Showtime... Dat komt er waarschijnlijk in. ja. Oh, en uh, Hulu bijvoorbeeld. Dat soort dingen worden dan samengevat in die, in die app. Uh, en maar ook, ook, ook een één app dat je dan, dan ook Apple Play erbij in zit en zo. En uh, dat hele iTunes gebeuren. wordt word er, uh, de schop gegooid. Nee, het is elkaar. echt op beeld, denk ik. Dan. Het is echt op beeld, ja. Oh, het is okay. echt dan een soort van Apple Video. En daar zullen dan na, na waarschijnlijkheid daar verschillende diensten in zitten. Waardoor je eigenlijk één app hebt waar je alles... Uh, alles Bedoel je eigenlijk wilt. te zeggen dat je dan bijvoorbeeld een paar series die, nog, die ook op Netflix staan... die kun je dan ook bij Apple zien... Ja, He, dus dat, de, de... Is, dat is een beetje het idee. het is al wel uh, De CEO van Netflix heeft al wel gezegd dat zij daar sowieso zelf niet aan mee, aan mee gaan doen. Uh, maar andere diensten kunnen er wel uh, in gaan o, komen. Netflix doet daar dus niet aan mee. Tot dusver niet, nee. Of ze, hm. Apple moet vanavond een thing ding hebben dat zal ze nog zeggen van. Oh o, ja, misschien ja. Uh, dat zij een link of een soort van uh, fusie gaan maken met Netflix. Nou, dat zou leuk zijn. Dat, ja, ja dat, zou helemaal, uh, dat zou helemaal mooi zijn. Maar ja, dat kost er natuurlijk abonnees. En zo. Netflix is natuurlijk niet slim als ze dat gaan doen, denk ik dan. Als je daar ja. Apple-diensten bij krijgt. Ja, ja. Wel, en, en daarna, daarnaast kan het natuurlijk wel zijn dat die. Die is ook wel weer gewoon op een Android-toestel of een ander toestel werkt is. Dus ze nou ja, Apple Music ook. We hebben natuurlijk nu Videoland, we hebben Netflix in Nederland. Ja. En een beetje dat prime video heb je ook dan op sommige tv's al geïnstalleerd. Zijn maar dat vind ik het aanbod nog te klein. Ja. Klopt, klopt. Um, maar ja, je moet daar overal elke maand voor betalen en je, je betaal nu al voor internet en de 70 euro per maand en ja. dan komt Netflix daar nog bij, Videoland misschien dat, dat Disney wat erbij gaat komen, dat ja. wordt Nederland uh, testland hè, dit ja, ja. jaar ook. En dan Apple, dan zit je nog eens een keer aan 40, 50 euro per maand wat er nog eens ja. erbij komt. Ja, ja. Dat kan ook niet iedereen betalen. Nee, nee, dat klopt, dat klopt. Uh, het, het moet natuurlijk wel selectief zijn in waar je abonnement opneemt. Uh, het is niet bekend of zij daar een reductie op zullen geven. Dat zegt van als je het combineert, als je korting krijgt. Dat verwacht ik ze, verwacht ik zelf niet. Uh, sterker nog, uh, stel je voor een, een, een Disney Plus of een Prime Video komt daarin... dan kan het zelfs zijn dat ze het iets duurder gaan maken. En om dat te compenseren uh, zal het zo zijn... dat de speciale series van Apple juist op die dienst komen. Dus je neemt het abonnement op Prime Video... en dan krijg je dus een Apple-serie daarbij als extraatje. Maar je krijgt ook eigen content, gaat Ja, er komt eigen content, ja. Ze zijn al bezig met M. Night uh, die bekend is van The Visit... Uh, en dat soort, uh, dat soort films. Die is ook bezig met de film. Hmm. Oprah Winfrey gaat de samenwerking aan met Apple... Uh, dus is wel de toekomst, hè, zoals het gaat. Ja, ja, zeker, zeker. Maar je nee. weet toch straks niet meer wat je moet kijken Arnoud? want ik heb nee, nu al het niet meer. <laughs> dan zie ik te kijken, ik, oh, dat is wel leuk, maar vier seizoenen, dat dan ben ik weer drie maanden bezig. Want je, ja, wij we werken elke maar dag. Het is ook gericht ja. natuurlijk op jongeren. Ja, ja, het is... Uh, maar, en de ouderen denk ik, ik, ik niet of mijn die ouders, die zijn met, met, met pensioen bijvoorbeeld, die kijken de ene serie naar de ander. Ja, ja. ja ik, ik, zie, ik zie niet zozeer selectie in uh, verschillende ja. leeftijden, of dat de ene het wel doet of de andere het niet. Dat, uh, dat niet zozeer. Ze dus kijken mij in de winkel ook, ik zie de Netflix-apps ook op een, op een telefoon staan van iemand van 60. <laughs> ik alleen op iemand van, uh, nou, van, van 23 20, dat, dat is wel het nieuwe denken natuurlijk ook, hè? Ja. De, 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 de nieuwe... Uh, ouderen, zeg maar, die, die zijn natuurlijk ook digitaal onderlicht. Ja, ja zeker. En die kunnen er steeds makkelijker meer overweg gaan en er zijn natuurlijk ja. steeds meer apparaten waar je het allemaal op kunt doen. Dus het wordt steeds toegankelijker. Heeft het kans van slagen? Uh, ik nou vind het kost? spannend. Ik vind het spannend. Uh, het ligt er inderdaad aan wat het, wat het kost. Het is wel zo. Apple weet altijd wel dit soort dingen met een bepaalde twist te brengen, waardoor je wel enthousiast wordt. Ja, natuurlijk Zodat voor al presentaat... die Apple-fielen sowieso. Sorry? De, de Apple-fielen. Ja, ja, de Apple die. profielen zijn vanavond helemaal in extase, natuurlijk. Die, die nemen, het, nemen het direct. Maar het, ja. valt, het zal toch echt niet duurder mogen zijn dan een tientje per maand, denk ik? Nee, nou ja, kijk, uh, stel je voor, je zou een abonnement. Uh, wat nu zo namelijk is, als je een abonnement afsluit binnen, uh, binnen Apple. Uh, voor bijvoorbeeld Netflix, wat al niet meer kan. Of Videoland, dan gaat 30% van het bedrag gaan naar Apple zelf toe. Oh. Daar zijn natuurlijk die ontwikkelaars van die diensten zijn er totaal niet blij mee. Want ze lopen gewoon inkomsten mis. Ja. Mm -hmm. Dat willen ze dus nu compenseren door het wel duurder te maken, maar daar wel weer extra. Uh, series aan toevoegen die hun zelf hebben gemaakt. Ja. Ja. Dat is een beetje het idee. Hey, behalve die streamingdienst, uh, nieuwe AirPods 2, die al uitgelekt zijn. Zijn er nog andere dingen die ze vanavond gaan uh, presenteren? Uh, nou ja, wat, wat een beetje apart was vorige week, zijn er heel veel dingen uh, al gepresenteerd door Apple. Inderdaad, AirPods 2, nieuwe iPad, iPad mini. Dus vanavond zal waarschijnlijk echt om de dienst te gaan. Hm. Uh, naast, uh, naast inderdaad de, de Apple Video komt er waarschijnlijk ook een uh, nieuwsapp. Hm? Uh, een nieuwsapp à la Bendel. Dus dat is dus een... Uh, een, een overzicht soort... van alle, ja, alle, alle nieuws. Van alle kranten, waar alle betaalde artikelen in zitten, waar je dan een abonnement op kunt nemen. En daarin kun je dus de betaalde... Moment. Ik denk ja. dat het maar gewoon de normale televisie op moet gaan zeggen. Daar gaat ja. het uiteindelijk wel heen. Ja, hè? Ja. ja. Hier we ook bepaalde. Zoals gisteren, voetbal, dat wil je toch live zien? Ja, ja dat moet je komt als, hebben, ja. Dat komt dan zo meteen ook uit. Dat zit al achter de decoder uh, was van. Was toch op NPO uh, 1? Uh, ja, maar sommige wedstrijden, dat, dat gaat gewoon straks. Ja, dat klopt. De decoder. Ja, ja, ja. Ja, zolang die rechten voor EK's en WK's natuurlijk bij de publieke omroep uh, ja. zitten, ja, mag goed. Ja. blijft dat gewoon uitgezonden worden. Nou, ben we hebben we zullen het vanavond zien. Eén uh, correctie, ik zei net dat het vanavond om 7 uur was, maar het is 6 uur. Um, en dan de gameconsole weet dat een collega heeft pas nog een, uh, een PlayStation gekocht ja dat is leuk zo'n dingetje en alles ik vind het wel leuk ook ja, hartstikke leuk natuurlijk als ik dan s s'avonds op de Wii zit dan, uh, ja, dan geniet ik wel weer even zit ja. je nog steeds op de Wii <laughs> ja ik ook sommige ja. spelletjes zijn leuk op de Wii een beetje, beetje Wii sports een beetje Wii fit en dat soort ja. dingen. Dat ja die ook zijn leuk met zo'n Mario car, car. ja dan ja. heb het gevoel dat we wat beweging hebben gehad nou niet gewoon ja. een gevoel dat is ook echt zo hoor ja het is ja het is ook echt ja. Gevoel, ja ja dik sport blijven lopen <laughs> ja Goed. maar het is het einde van het tijdperk dus ja Google heeft vorige week een uh, een, een nieuwe, ook een nieuwe dienst aangekondigd. Uh, dat heet Google Stadia. En dat gaat eigenlijk de manier van gamen best wel veranderen. Hmm. Uh, kijk, in het verleden was het zo dat je gewoon naar een uh, winkel ging en dan kocht je een spelcomputer en dan kocht je je spelletjes los en dan sluit je aan op de tv en dan kon je daar lekker gamen. En straks met Google Stadia gaat dat helemaal anders. Uh, hoe het werkt, het, is, uh, het werkt gewoon via internet. Het is een streamingdienst ook. Uh, het werkt op alle apparaten. Dus je kunt het doen op een iPad, je kunt het doen op een iPhone, je kunt het doen op je tv via de browser. Um, en je streamt hm. als het ware de games. Uh, dus de games die staan niet meer op het apparaat zelf. maar die staan bij Google, op de server zeg maar. Is het weg. een beetje het idee wat uh, Microsoft ook heeft met dat Steam? Ja, het is een beetje dat Een uh, soort spelletjesbibliotheek hangt dan in de cloud ja. via internet, via je account. Ja, en het grote voordeel is, is dat uh, je bent niet meer afhankelijk van je eigen. Hardware, dus van je eigen kracht, van je eigen computer. Oh. Uh, dus op het moment dat games weer mooier worden... dan hoeft Google alleen maar de computers uh, te vernieuwen. En we hoeven zelf niks te doen, want we blijven het gewoon nog via de browser doen. Maar valt dat ook niet met dus een snelle internetverbinding? Ja, ja. En uh, dat is ook wel een van de dingen waarvan ik denk... Van, oh, het wordt wel spannend of het allemaal wel werkt, of mm -hmm. de wifi wel goed is. Tot dusver is het uh, bij de testcase uh, die ze hebben laten zien vorige week... zag het er gewoon soepel uit en ook haarscherp op de, op de beelden. Maar ja, hoe het thuis zit, dat moet je zelf... Uh, gaan ervaren. Ja, want ik heb bijvoorbeeld mijn televisie aangesloten op de wifi. En ja. dan, uh, dat gaat heel, heel vaak gaat het goed. Ja. Weet je wel, in negen uh, van de tien gevallen gaat het goed. Maar ja. die ene keer dat je in een film zit... en dat het dat, dat, toch weer dat, dat, dat cirkeltje geeft... dan eventjes bufferen. Ja. Dan is die door wat voor reden dan ook... Ja, nou is weer even een beetje minder. Nee, nee, dat dat willen weleens. echte gamers willen ja. dat niet hebben. Nee, nee, klopt. Wat ze natuurlijk wel kunnen doen... is op het moment dat de, de, de internet iets minder goed is... of iets minder sterk... Ja. dan kunnen ze de beeldkwaliteit iets lager zetten... waardoor het makkelijker toch doorgegeven wordt. En uh, Google zou natuurlijk niet Google zijn... want die heeft naast ook andere apparaten, zoals wifi-versterkers... die ook in huis geplaatst kunnen worden. Waarmee je alsnog gewoon goed signaal op die plek hebt. Ja, nou, dat is wel een ding om even aan te pakken. Maar, maken maar hoe, 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 hoe bestuur je die spelletjes dan? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Daar hebben ze een hele mooie oplossing voor bedacht. Je kunt een controle kun je kopen. Ah. Uh, die controle die verbind je niet met je televisie of met je iPad of wat dan ook. Maar die verbind je direct via de wifi met je eigen router. Uh, de reden is dat, uh, omdat je natuurlijk als je gamet, je drukt op de knopje... maar het wordt niet lokaal... Aangestuurd, maar mm. helemaal naar Google toe. En zij moeten je popje laten verblaten, en moet weer terug. Dus door hem direct te verbinden met je internet, is dat wel het meest stabiel. Is dit, dit, dit is de, de toekomst? Ja, ik denk dat dit uiteindelijk wel, uh, wel de toekomst is. Is ja. is de eerste en dan gaan zometeen Sony met zijn PlayStation en uh, ja. nou, de Nintendo-achtige dingen. En zo. Ja. Dat gaat allemaal over. Gaat allemaal, ja, Microsoft is nu ook al bezig met Xcloud. Dat is ook iets wat vergelijkbaar is als dit. Um, en daarnaast is Nvidia nog bezig. Die maakt een videokaart voor computers. Die ja. maakt waarschijnlijk ook zoiets. Apple. Toevallig. We zijn ook bezig met een gaming streaming. dat is niet toevallig natuurlijk. Ja. Ze weten dat van elkaar. Ja. Ja, ja, dus die zit er ook al aan te komen. Um, en wat nog wel bijzonder is, ze hebben nog geen pricing. Dus ze weten nog niet wat het gaat kosten. Dat is mm -hmm. niet gedeeld. Uh, maar het gerucht is wel dat ook dit een abonnement gaat worden. Weer ja. een abonnement? Ja. Ja. Alles gaat op abonnementen tegenwoordig. Ik bedoel, voor de professionals ook. Adobe, de Photoshop-achtige dingen. Ja. Adobe in de cloud. Uh, ik draai met Pro Tools uh, thuis, Effit, weet je wel. De, dat soort ja. dingen. Het is allemaal iCloud geba uh, uh, gebaseerd ook. Ja. Of in Klok. de cloud. Ja. En via een abonnement, gewoon ja. maandelijks. En dan ja. voor een jaar betalen. Ik bedoel, dan weet je, ja, zij weten dan in ieder geval wat ze in een jaar al binnenkrijgen. Ja. Ja. Daar ja, maar goed het ook om. op een gegeven moment houdt het natuurlijk op wat mensen kunnen betalen. als je, als je al die abonnementen elkaar optelt, joh per jaar, moet je eens kijken wat je dan kwijt bent. ja. Dat was ja toch voorheen ook al als mensen een PlayStation wilden kopen, dan was je 400 euro kwijt. ja, dat, kijk, ook, dat is ook niet voor iedereen. nee, weggelegd. dat bestaat ja, dat is een dat, eenmalig. Dat die kunnen je niet kopen. ja, maar goed. Kijk, en, en als je gewoon game, als je van gamen houdt, uh, een, een goede game kost 60 euro. Dus dat je ja. ook in één keer kwijt. Ja, dat is wel waar. Mensen die flink gamen, die kopen wel meer dan één of twee games per jaar. Ja. En als zo'n abonnementje 15 euro per maand, bij wijze van spreken, zou kosten, dan vindt een ja. gamer dat wel meevallen. Ik vind er één heel erg groot voordeel aan zitten, ja? is dat je die apparatuur kwijt bent. Ja, ja dat is waar. Het? Ja, dat is absoluut waar. Ja. Ik bedoel, wie heeft er nu nog tegenwoordig een DVD uh, onder zijn televisie staan? Nee, ik heb, nee. Ik heb bijna niet meer ook. Nee. Ik heb er twee nog. Twee, twee dvd's zelfs nee blu-ray spelen Oh, twee blu-ray spelen ja. ja en en een kast vol met denk ik wel duizend dvd's en ja. blu-rays ja, ja, enige, nou ja, je kan ze wegdoen. En natuurlijk, uh, alles zit natuurlijk ingebouwd. Het is natuurlijk de vraag hoe een tv dat blijft ondersteunen. Of die dat ja. wel aan. Want dat hebben we al eerdere keer besproken. Als daar ja. de ondersteuning weer De besproken. processor in je televisie. Ja, of de app. Dat de app wel de techniek ondersteunt. Kijk, ja. het, uh, het gaat in ieder geval om de kracht van de tv. Want het zou bij wijze van spreken ook op een tv van tien jaar terug kunnen. Maar het gaat er wel om dat die, die app gewoon wel dat allemaal kan draaien. Dat hij het wel aan kan. Maar dat is natuurlijk gewoon weer de, de marktwerking en de handel. Ja. Dat dan al die televisies weer vernieuwd moeten ja, worden. Ja, dus zeker, het zeker. is één groot complot bij bij elkaar. Denk ik, ja, ze willen gewoon geld verdienen. Daar he, gaat het uiteindelijk om. He, uh, Bernie, dank je wel weer.